En vanaf gisteren 1 september betaalt de consument 8 SRD en 50 centen voor een liter melk. Dat is een verhoging van 2 SRD en 25 centen. Op een bijeenkomst die de minister van LVV heeft gehad met belanghebbenden uit de melksector, gaven de stakeholders aan dat zij genoodzaakt zijn te vragen naar een prijsaanpassing vanwege de hoge productiekosten. De melkboeren krijgen nu voor 1 liter rauwe melk 3 SRD en 50 centen. Een stijging van 50 cent per liter op de oude prijs. De kleine verhoging van 50 cent is al een aardige tegemoetkoming voor melkboeren, geeft de voorzitter van VSMB Edmund Blufpand aan. De productie van melk is van 18.000 naar 8.000 liter per dag gedaald. Deze daling is onder andere te wijten aan het slachten van het melkvee door de boeren. De actoren hebben ook aandacht gevraagd voor de keuringsmethode van de rauwe melk. Volgens hun moet de keuringsmethode bij wet vastgesteld worden. Intussen heeft de vakcentrale C47 aangegeven dat deze prijsverhoging onacceptabel is. Ze eist dat de regering deze aanpassing terugdraait.